Het is nu letterlijk, maar heeft hij ook gewoon spreekwoordelijk een beetje groene wingers? Nou, dat valt een beetje tegen. Ik moet zeggen dat bij ons thuis, vooral mijn man is, die heeft echt groene vingers. Maar ik hou wel heel erg van buiten en de tuin, dus ik geniet er wel van. En de gemeente vindt het ook fijn dat er geveltuintjes meer komen. Ja, meer groen in de wijk. Dat is ook een belangrijke wens van de inwoners zelf hier in de Zeeheldenbuurt. Dus op deze manier zie je daar een mooie eerste stap voor. Dus ik denk dat het flirt meteen, je ziet het, het flirt meteen ook een hele wijk op. Dus het is hartstikke leuk. En wat voor rol speelt de gemeente nou in zo'n project? Nou, het zijn de ideeën van de inwoners zelf. En wat wij doen is dat we ze faciliteren, heet dat dan. Het mee mogelijk maken dat dit voor elkaar komt. Door plantjes te leveren of grond. En te helpen waar dat nodig is. En ik woon dan buiten de Zeeheldenbuurt. Wat zou je moeten doen om zo'n geveltuintje aan te leggen? Nou, ik zou in ieder geval contact ook opnemen met stedelijk beheer. Maar misschien ook met een paar bewoners of mensen in de straat kijken van zouden we nou meer van ons dit willen. En we hebben sinds kort per 1 juli de leefbaarheidsregeling zoals dat heet. Waarbij we allerlei initiatieven vanuit de wijk kunnen stimuleren. Dat kunnen ook initiatieven zijn om de wijk of je eigen straat of buurt groener te maken. En heeft u zelf een geveltuintje? Ja, heb ik. Ja, ongeveer van dezelfde omvang als hier in de Zeeheldenbuurt. Ja. En dat hebben we bijna allemaal in de straat. Dus dat doen we ook mooi samen.